Suriname en ISDB hebben een overeenkomst bereikt voor $235 miljoen aan investeringen in sectoren als energie, gezondheidszorg en onderwijs. Belangrijke projecten zijn onder meer de bouw van een nieuw academisch ziekenhuis Paramaribo en een energieproject voor verbeterde elektriciteitsopwekking. De overeenkomst werd getekend tussen de tijdens de ISDB-jaarvergadering, waar het Suriname 6 project werd belicht als onderdeel van het 50-jarig jubileum van de ISDB. Het inheems collectief Suriname Xuur heeft op 2 mei de gebeurtenissen van precies 1 jaar eerder herdacht, toen inheemse mensen in het Pikinksaron-gebied zich verzetten tegen concessies voor hout- en goudwinning op hun grondgebied, wat resulteerde in de dood van 2 inheemse strijders. Xuur constateert dat de regering hun rechten niet beschermt en eist een onafhankelijk forensisch onderzoek naar de moorden, behandeling van gevangenen volgens mensenrechten en een einde aan provocaties van de staat. Ze dringen aan op gelijkheid, gerechtigheid en respect voor de oorspronkelijke bewoners van Suriname. De stuurgroep en het projectbureau van het Landelijk Woningbouwprogramma gaven een update over de projectvoortgang. President Santokki benadrukte concrete punten voor besluitvorming binnen enkele weken vanwege vertragingen door diverse redenen zoals juridische en financiële kwesties. Het staatshoofd wil helderheid over beschikbare percelen, bouwplannen en PPP-verbandprojecten met speciale aandacht voor het Affordable Housing Project. Alle voorstellen worden opnieuw besproken en uitgewerkt voor verdere besluitvorming.